moeten beginnen met zonnevoeding. Dat is heel veel loop met een slijmersontsteking niet. Goedemorgen, wat leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe weekvlog. Vandaag is het donderdag en vandaag heb ik eigenlijk een vrije dag. Ik heb vanochtend wel eventjes gewerkt, maar de rest van de dag ga ik niet heel veel meer doen. Ik ga zo op de bank liggen en dan ga ik eventjes Sims spelen. Dat is alweer lang geleden dat ik dat gedaan heb. En nou ja, dat blijf ik gewoon leuk vinden. Ik lig dus op de bank Sims te spelen. Ik heb vandaag best wel veel last van mijn heup. Dus zitten is niet heel erg prettig op het moment. Dus daarom heeft mijn lichaam nu meer behoefte om te liggen. Dus ik heb daar een creatieve oplossing voor. Hoe ik dan toch gewoon op mijn computer kan werken. Kijk, op deze manier kan ik toch gewoon op mijn computer werken. Heel handig. Het is vrijdagmiddag en ik heb vandaag een echte bankmiddag. Ik begin nu met een appelcake en ik ga later vandaag nog een red velvet taart maken. Ik maak deze dingen omdat we morgen een feestje hebben. Het is namelijk zo dat mijn zusje en ik onze verjaardag vieren. En het is de housewarming van mijn ouders. Dus nou ja, bij een feestje hoort gebak en ik zorg voor het glutenvrije gebak. Zo, dit is alles wat ik nodig heb. Ik gebruik de appels. Ik gebruik pumpkin spices in plaats van kaneel. Vind ik zelf net wat lekkerder in de cake. En natuurlijk de glutenvrije cake mix. Die van de Albert Heijn vind ik zelf het lekkerst. En eieren en boter. Dat is alles wat ik nodig heb. Cake is klaar. Die moet nu eventjes een uurtje de oven in en dan ga ik later vanmiddag de red velvet taart maken. Zo, de appelcake is klaar en wat ik altijd zo fijn vind met appelcake maken, dat heb je ook met appeltaart maken, is dat je hele huis gelijk lekker ruikt. Dat is wel een mooi voordeel. Tussen de bakken door ga ik even een bezoekje aan de fysio brengen. Vorige week was ik natuurlijk naar Disney, alleen heb ik een slijmersontsteking in mijn heup. En ik kan je vertellen dat heel veel lopen met een slijmersontsteking niet de allerbeste combinatie is. Dus ik ga even kijken wat de fysio er vandaag van kan maken. Na de fysio is het tijd om aan de red velvet taart te beginnen. Dat doe ik met de volgende ingrediënten. Deze bakmix heb ik van de Xenos. Ik ben heel erg benieuwd, want ik heb hem zelf nog niet geproefd. Maar ik hoorde veel positieve reacties over. Deze kan de oven in. Deze hoeft gelukkig maar 3 kwartier. Dus dan zijn we net op tijd klaar voor het avondeten. Goedemorgen, wij zijn onderweg naar Zeeland. We gaan naar mijn ouders toe in Zeeuwskerke. En we hebben natuurlijk Milo meegenomen. De red velvet taart is klaar en die moet nu nog even de koelkast in en dan kunnen we hem eten. Een hele goede morgen. Vandaag is het maandag. Ik heb gisteren een dagje niet gefilmd, want misschien kan je het wel horen. Ik ben helaas ziek geworden. Ik had vandaag eigenlijk voor mijn griepprik gemoeten. Dit is al de 4e keer dat ik had gemoeten, maar elke keer ben ik ziek en mag ik daardoor de griepprik niet krijgen. Nu heb ik de normale griep te pakken. Goed, ik heb de griepprik eigenlijk gewoon heel hard nodig, zoals je wel kan merken. Dus ik hoop dat het de 5e keer wel gaat lukken. Ik ga wel even langs de huisarts voor mijn B12 injectie. Ik krijg deze elke 4 weken. En nou ja, zeker op dit moment kan ik wel wat extra vitamines gebruiken, zodat ik hopelijk snel weer een beetje aan ga sterken. Ik kreeg net een heel leuk pakketje binnen.
van dit, van Daydrinks. En hun hadden mij gevraagd of ze me wat repen op mochten sturen, glutenvrije repen. En ik ga eens even kijken wat er allemaal in zit. Ik ben benieuwd. Zie maar wat ook even gedacht tegen jullie zeggen, geloof ik. Ik ga even een mesje erbij pakken. Zo, hij is open. En eens kijken wat erin zit. Ik ben benieuwd. Allereerst heb ik deze gekregen. Een koekje. Ziet er lekker uit. En ik heb allemaal verschillende repen gekregen. Robar, dit is met chia en coconut, met hemproteïne, met cacao nips en er zit nog een koekje in en nog een reep met goji berries en dat was het. Ik ben heel benieuwd hoe ze smaken. Zelf kan ik natuurlijk op dit moment niet goed eten, zoals ik de vorige keer uitlegde, maar gelukkig heb ik iemand die voor me kan proeven. Lorenzo, die mag het lekker proeven en dan zal ik jullie laten weten of het lekker is of niet. Het is dinsdag vandaag en ik moet zo eventjes een bezoek aan het ziekenhuis brengen voor controles. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ik ben weer terug van het ziekenhuis. Ik had daar een gesprek met mijn arts. Ik was daar natuurlijk voor controle en ik zal in januari helaas toch moeten beginnen met zonnevoeding. Gelukkig mag ik wel in januari beginnen. Zodat ik met kerst en oud en nieuw in ieder geval nog iets kan drinken zelf. En nog zelf een paar hapjes mag proberen te eten. Vanaf januari zal ik de zonnevoeding in ieder geval voor 6 weken krijgen minimaal. En dan mag ik zelf niet eten en drinken. Om mijn maag volledig rust te geven. Het is natuurlijk voor een goed doel, maar ja, het is wel eventjes balen nu. Maar goed, uiteindelijk hoop ik dat ik daardoor wel weer beter kan eten. En dat ik dan na die 6 weken het eten echt kan gaan opbouwen. Want in januari kan ik inmiddels dan een jaar niet eten. Dus het is ook wel een keer nodig dat er iets gebeurt. Dus dan deze oplossing maar. Nu het weer wat kouder is buiten, krijg ik altijd gelijk zin om in een lekker warm bad te gaan. Dus dat is precies wat ik ga doen zo. Kijk, achter me is een bad. Die ben ik aan het laten vollopen. En dan duik ik er zo lekker in met een nieuwe aflevering van Grey's Anatomy erbij. Heel handig, zo'n wasmand. Die gebruik ik gelijk als laptopsteun, zodat ik lekker in bad serie kan kijken. Het is vandaag woensdag en ik heb er alweer een werkdag op zitten. Of tenminste, het is nu 3 uur bijna. Dus ik heb al een ochtend en een halve middag gewerkt. Wisten jullie al dat ik genomineerd ben voor een Viva 400 Award? Ik ben genomineerd in de categorie zorgdragers. En ik zou het super leuk vinden als je op me stemt. Dit kan tot en met maandag 2 december. Dus je hebt nog 1 dag de kans en ik zal de link eventjes hieronder in de beschrijving delen, zodat je op me kan stemmen. Vanavond maak ik pasta. Hele simpele pasta met maar een paar ingrediënten. Dit is alles wat je nodig hebt voor 2 personen. Nog een beetje olijfolie en natuurlijk even de pasta voor 2 personen eruit halen. En dat is het. Dus wij kunnen aan tafel. Zo, dit was alweer de 2e weekvlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Laat me eventjes weten wat je ervan vond. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe video online komt. En dan hoop ik je volgende week weer te zien bij een nieuwe weekvlog.